Stichting MOVE organiseerde maandag een projectafsluiting met kinderen van basisschool De Bloemberg in Lindehold. Kinderen uit groep 7 en 8 gingen met de gemeente Nijmegen en handhaving kijken hoe ze de veiligheid in de buurt kunnen verbeteren. Tijdens de afsluiting lieten de kinderen een filmpje zien met concrete verbeteringen voor de veiligheid in de buurt. Stichting MOVE laat kinderen uit aandachtswijken ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen. En dat doen we door hen aan een groepje studenten te koppelen. En samen gaan ze iets voor de buurt bedenken en ook realiseren. Ja, we hebben vandaag dus met de gemeente gesproken. En er waren een paar plekken waar bijvoorbeeld fietspaden opeens overgingen in gewoon autowegen en zo. Waardoor het vrij ongevaarlijk wordt, want dan fietsen en dan is opeens geen fiets wat meer. En daar waren ze al wel mee bezig aan het kijken, maar daar gaan ze nu nog serieuzer mee aan de hand. En plekken waar zebrapaden misten en niet goed werd gekeken en zo. En daar zouden ze ook naar gaan kijken. Zo. Voordat we met een project beginnen, kunnen ze uit verschillende thema's kiezen. En dit is wat de kinderen in eerste instantie al het meeste aansprak. Dus blijkbaar ligt het heel dicht bij hun belevingswereld en wat zij belangrijk vinden. Dus ja, het is zeker goed dat er aandacht voor is. Ja, veiligheid kan altijd verbeterd worden. Vooral ook als het gaat om de schoolomgevingen van basisscholen, is het heel belangrijk dat de kinderen veilig op school kunnen komen. Vanuit mijn rol binnen stadsbeheer van de gemeente Nijmegen moeten we in ieder geval zorgen dat het goed is ingericht. En samen met collega ook van mobiliteit, die verkeersveiligheid in schoolomgevingen heel specifiek ook verkeerstechnisch bekijkt. Zorgen we dat het in ieder geval zo goed mogelijk is ingericht, zodat de spelregels duidelijk zijn. En daar hopen we dat men daar rekening mee houdt en zich ook gedraagt volgens de inrichting en de afspraken die we gemaakt hebben. Nou, ik vind eigenlijk dat mensen zich beter moeten gaan gedragen, dat handhaving minder nodig zou zijn om mensen in hun gedrag, in normale dagelijkse gedragingen gecorrigeerd moeten worden. Er zijn dingen genoeg waar handhaving echt heel nodig is. En ik ben blij dat ze er zijn. Ze zijn nodig. Maar het zou fijn zijn als ze niet nodig zijn om mensen te corrigeren in hun gedrag, in hun dagelijkse bezigheden.